zelf wel even in. Ga maar even. En iedereen die voor de dag zijn. Achter deze rode lijnen verspreiden. En zo staan we een keer met de ruimte om de ring. Eentje op die rij met de hand te raken. Oké, wat we hier doen is. Je hebt één stap in deze kant op. Dat je niet tegen je aan loopt. Ja, het gaat niet om hoe snel. Ja, het gaat wel om hoe snel, maar we doen niks op tijd. Een beetje schuiven langs de pootjes van de stap. Klaar staan in de starthouding. En dat is, het is van jullie altijd één been voor, één been achter. Maar ik ga anders vragen, want we zien dat op de andere kant. Benen eerst naast elkaar, gewoon erbij staan. Dan zet je één been achter. Mij maakt het uit welke. We hebben allemaal voorkeurs weer, maar niet helemaal naar achter. Maar één schoenmaatje. Misschien dus zelf handig wat te doen. En inspuit dan. Een beetje stoer. Ja, een beetje stoer houden. Dus nog maar de jongens vragen. Oké, dan buig je door je knieën, zet je handen naar onder, mag je leunen. Als ik in mijn handen klap, loop je, dus spring je weg. Je moet zachtjes de muur aan tikken. Geen pijn voor de grond in de muur. Dus je moet afremmen voor de muur. Tik de muur aan en je loopt snel weer terug. Je gaat hier klaar staan. Ik zeg klaar staan, pak je mijn handen en je gaat weg. Eén proefje en we doen het 6 keer achter elkaar. Niet helemaal door je jurk hoor, niet hier iets omhoog kijken. Ik ben hier nou niet goed bezig. Eén proefje, klaarstaan. Klaarstaan. Dat is het dan. Oké? Okay? En, ja, moet je even zoeken. Ja. Even overend, zoek je benen even los. Dan doe je stoer, door je benen, handen op de grond. En dan gaan we 6 keer achter elkaar. Thank you.
bij wijze van spreken. Ga je gang. Ja. Dan wat sneller is, dan is het wel heel snel. Hou de lijn.